please give him a warm welcome on the Bonds coach, Dean Corey. Goedenavond iedereen. Bedankt voor de uitnodiging. Toen ik gebeld werd voor deze opportunity om te vertellen mijn verhaal, dacht ik op de eerste plaats, wat willen ze van mij horen? Ik ben geen professionele speaker, ik ben gewoon een ex-voetballer en nu trainer in de voetballerij. Maar toen het gevraagd was, dacht ik van ja, waarom niet? Waarom kan ik mijn verhaal niet geven aan mensen die dat graag zouden willen horen? Maar voor ik dat doe, is het denk ik goed als we eventjes een kleine terugblik nemen op het klein filmpje wat op internet staat over mij. Zodat jullie een beetje kunnen zien wat ik in mijn carrière een beetje heb gedaan als voetballer. 2 minuten al in de blessuretijd. Lukt het blinken? Lukt het Kipri? Of lukt het Goré? Jawel, het is verdiend. Het is absoluut verdiend wat hier gebeurt. Van Berto. Goré. Nou, waarom niet? Ja! Ja! Prachtig! Prachtig! Want Eleftheropoulos stond wat ruim voor zijn doel. Goré moest eerst even kijken. Toen kon hij even denken. Dat was ik een aantal jaren geleden toen ik nog had. Wat ik ga doen, ik ga eventjes de klok zetten voor mezelf. Omdat ik niet gewend ben om in deze setting een verhaal te doen, wil ik ook niet te lang praten. Dus ik denk als ik begin, dan kan het in één keer dat ik 1,5 uur praat. Dus ik zet even een timer voor mezelf dat ik een beetje houvast heb. Maar goed, mijn verhaal. Dan wil ik jullie meenemen terug in de tijd. Om te beginnen, 1970, september. Mooi jaar, goed jaar. Paramaribo, 1970 september. Van 10 september. Ja. Waar ben je? 10. Je joh. Nee. Echt waar? Wauw. We hebben een connectie hier. Goed jaar. Ja, goede datum. Goede datum. Goede datum. Maar het jaar was ook fantastisch. Waarom? De geboorte van mij. 1970. Paramaribo, 1970. 1972 vertrok mijn ouders met mij naar Nederland. En zoals vele Surinamers natuurlijk. En als ik terug ga kijken, ik probeer terug te kijken naar mijn verste herinnering van toen ik klein was, zie ik mijzelf altijd met de bal. Ik kan mezelf niet herinneren bepaalde situaties toen ik 4, 5 jaar was, dat ik niet met een bal bezig was. Mijn vader voetbalde mij voorwaarts en als internetje was zijn naam. Met de paplepel heeft hij toen ingegoten, de bal door het huis en overal ging het met een bal. Dat heeft hij met mijn broer en ik natuurlijk constant gedaan. Daar is de liefde voor de bal gegroeid. En niet alleen de liefde voor de bal, maar ook de wil om te winnen, het beste willen zijn vanaf een jonge leeftijd. Op 5-jarige, 6-jarige leeftijd wilde ik al een club joinen, maar dat kon niet, want je moest 7 zijn. Maar ik was al zo goed op 6-jarige dat ik mocht meedoen met de grote jongens. Dat heeft toen geleid dat ik, omdat ik dus de beste was en elke dag met de bal bezig was, als ik nou tegen een muur was in mijn eentje, of pasen met mijn broer, of als er 4, 5 jongens waren, 6 jongens, 3 tegen 3, 2 tegen 2, een partijtje. De mensen nadoen waar je op tv naar opkeek,
In mijn geval was het Gerald Vanenburg wat de man was op dat moment. Met zijn trucjes. Hij had een video van straat naar stadion. Ook een Surinaamse jongen. En wat me eigenlijk heeft bezighouden is, ik heb constant gevisualiseerd als kleine jongen. Ik wil in dat stadion voetballen. En alles wat ik wil doen is scoren, scoren en nog eens scoren. Heb ik uiteindelijk ook gedaan. Maar om daar te komen heb ik dan een lange weg moeten afleggen. En die weg die je aflegt is een weg met vallen opstaan. Dat is één. Als je een academy in Nederland betreedt, dan word je elke dag word je gejudged. Elke dag is het trainen met je bezig om je beter te maken. Elke fout die je maakt wordt gecorrigeerd. Elke keer als je daarmee bezig bent, moet je beter worden. Je bent met jongens om je heen. 20 andere jongens die beter willen zijn dan jij. Met dezelfde motivatie. Ik die nog steeds de beste wil zijn. En zo push je elkaar naar een hoger level. Constant. Want je gaat voor één ding. En dat is de top. Ik wil de kosten wat het kost de top halen. Maakt niet uit wat in mijn weg kwam. Op 12-jarige leeftijd kon ik naar een professionele voetbalclub in de jeugd. En toen wist ik niet of ik echt wilde gaan, want ik vond het leuk om met mijn vrienden op straat te voetballen in mijn kleine amateurclub. En toen zei mijn vader tegen me, Dien, wat wil je worden als je later groot bent? Voetbal. Normaal. Dat was de vraag. Dat was het antwoord. Hij zegt, als je voetballer wil worden, dan moet je er alles voor laten. Dan moet je er alles voor doen. En dan moet je naar die club gaan en vergeten dat je met je spelers van de buurt op straat gaat spelen, maar elke dag trainen of 3 keer in de week op zijn minst bij de club. Dat heb ik dus gedaan vanaf mijn 12e, 13e, 14e, 15e. Op hoog niveau tegen grote clubs tegen elkaar gespeeld en steeds beter geworden. En er komen natuurlijk momenten dat als je voetbalt en traint, als je 15, 16 wordt, dan komen er ook meisjes in het geding. Je gaat onderzoeken. Je gaat uit. Mijn broer scheelt 1 jaar met mij. En dan komen er momenten dat je moet trainen en je wedstrijden moet spelen. En er zijn feestjes. Vrijdagavond. En dan moet ik zaterdag voetballen. En dan moet je een keuze maken. Ik ben 15 jaar. Alles is nieuw. Broer en vrienden maken zich klaar om weg te gaan. Ik zeg, nee, ik moet voetballen morgen. Ik ga niet. Maar ondertussen wil ik wel mee natuurlijk. En ik heb het altijd gehouden zo van, nee, de aantrekkingskracht om het te maken was groter dan mee te gaan met die jongens in het uitgaansleven. Die keuze heb ik bewust gemaakt, als jonge jongen van 15. Om dus al die verhalen die ik de volgende dag wel kreeg na mijn wedstrijd, om te denken van, ik wil het niet horen. Want ik heb altijd gevoeld, ik heb iets gemist. En dat zullen alle voetballers hetzelfde tegen je zeggen, die het allemaal hebben doorstaan. Het lijkt alsof je iets hebt gemist. Maar wat je eindelijk gaat winnen, is groter dan de sacrifice die je hebt moeten nemen. En de sacrifice was natuurlijk op dat moment groot, omdat je hebt het gevoel dat je wat mist. Maar dat leidde uiteindelijk tot een profcontract op 16-jarige leeftijd. Bij een klein clubje, SVV. Het is een eerste divisieclub, net onder de Eredivisie. Eigenlijk de slechtste club van het land, zo'n beetje. Maar er was één kleine, dunne diamant daartussen, die de beste voetballer wilde worden van de wereld. En dat was ik. Ik was niet in een geweldig team. In fact, wij verloren bijna alle wedstrijden in de jeugd. Feyenoord, Sparta, Excelsior, al die clubs rondom ons. De grootste keer dat ik verloren was tegen Feyenoord, geloof ik, 8-1. Scoorde ik die ene doelpunt. Maar dat vormde mij wel mijn karakter.
Want het maakte mij niet uit waar ik speelde, als ik naar de beste was. En ik was natuurlijk gefrustreerd dat we verloren, maar ik ging voor de beste. En ik had gescoord. Ja, jullie allemaal verloren. Ja. Maar goed, op 16-jarige leeftijd kon ik mijn eerste contract krijgen. Mocht je nog niet betaald worden op dat moment, want ik was op de 17e, mocht je pas uitbetaald worden. Ik weet nu eigenlijk niet hoe het is. Maar dat was een zogenaamde koelkastcontract. Je tekent het contract op je 16e en op 17e word je uitbetaald. En op 17 krijg je dan het voorbedrag wat je dat jaar eigenlijk hebt gewerkt. Op je 17e krijg je ook je eerste profcontract. Dus op mijn 17e maakte ik ook mijn debuut in het eerste elftal van SCV. Dus alle grote mannen. En ik was al dun en klein, vergeleken met al die grote mannen. En ik teken mijn contract. En mijn eerste geld dat ik heb gekregen, heb ik het hele huis wat we thuis hadden veranderd. Ik heb een koelkast gekocht, gasverduist, dressoir, bankstel, teriotoren. En ik heb uiteindelijk één ding voor mezelf gekocht. En dat is een drumstel. Want ik wilde een drummer worden. Ook nog eens, ik vond drummer. Dus, maar de rest is besteed aan het huis. En als je dan, je maakt je debuut. Je bent een profvoetballer. En dan loop je in de straat, inderdaad, gewoon normaal als hoe je bent. Maar in één keer ben je de man van de straat. De buurman aan de overkant. Hey, Goray! Normaal ben je gewoon Dien. Of het was Dino eigenlijk. Dino. Dinootje. Weet je wel? Ik was gewoon Dino in de straat. Maar ineens ben je Goray. Mensen gaan je daar achternaam noemen, dat ze dat op tv horen. Goray. Ineens zijn mensen op straat. Hey, Goray, hoe is het? Hey, Goray. En dat moest ik ook aan wennen. Maar op een gegeven moment ben je de man in het huis die van één op de andere dag, door het voetballen, meer verdient op 17-jarige leeftijd dan mijn vader. Die als elektricien al 10 jaar bezig was. Of 15 jaar. Wat dan. Maar goed, daar is het allemaal begonnen. Ik ben dus op dat moment profvoetballer. En dan wil je steeds meer. Je bent met een kleine clubje. En een kleine clubje wordt ook steeds beter. Nieuwe eigenaar komt, betere aankopen. Je wordt uiteindelijk ben ik geselecteerd voor, genomineerd voor de beste jeugd, je beste opkomende talent van Nederland. Met jongens als Marciano Fink, degene die ik ken, Marciano Fink, Brian Roy, Witschudden, Boertjes, dat soort jongens. En ik was genomineerd in dat rijtje. Om heel trots op te zijn, want die jongens speelden allemaal voor Ajax en Feyenoord. En ik speelde voor kleine SVV. Waar niemand echt geen hand in naar krijgt. Maar wat ik al zei, dat kleine diamantje dus wat ik was, die werkte hard en wilde graag het hoogste bereiken. Ik bleef mijn best doen om daar te komen. Wat resulteerde uiteindelijk in een contract bij Feyenoord. Zij kochten mij. En op het moment dat je een contract aangeboden krijgt van het grote Feyenoord, de club van Rotterdam, waar ik ben opgegroeid, dan gaan de deuren helemaal voor je open. Nu is het niet alleen de straat en in de buurt, maar nu ben je in heel Nederland, waar je ook gaat, kom je fijne supporters tegen. Hey Goray, hey, handtekening, foto. Grote directeuren van banken, grote mannen komen naar je toe met grote auto's en ze veranderen in kinderen. Dat is waar. Toen prins Willem-Alexander Ruud Gullit voor het eerst ontmoette, was hij zo, mag ik op de foto? Dan denk ik, prins Willem-Alexander gaat wel Gullit, ja, Gullit is de grote man. Dat doet dus het voetballen met mensen. Grote directeuren willen uiteindelijk met bekende mensen omgaan. En ik was gewoon de voetballer die ik altijd al was. En nog steeds ben en niet meer ben. Maar ik was altijd dezelfde. Maar ik veranderde als persoon hoe mensen naar mij keken. Dan op een gegeven moment speel je dus bij Feyenoord. Je maakt een kampioenschap mee met Feyenoord. Je scoort belangrijke doelpunten. Al die doelpunten die ik heb gescoord heb ik ook gevisualiseerd. In mijn dromen, niet gewoon het nachtdromen, maar dagdromen, droomde ik altijd hoe ik een hat-trick scoorde.
En mijn eerste hat-trick die ik scoorde. Mijn moeder weet trouwens niks van voetbal. Hij heeft altijd heel haar leven met voetbal in huis gezeten. Maar meer als wasmachine. Onze spullen. Maar ik maakte een keer een hat-trick. En dan kom ik thuis, alle kranten stonden vol. Goré, hat-trick gescoord. En dan stond er een foto van mij met een bepaalde positie dat ik een hat-trick had gescoord. En mijn moeder kwam toen naar me toe en zei van... Oh, nou die steek aan hat-trick. Dus zij dacht dat die positie een hat-trick was. Ik zei, nee maar, het is dat je 3 keer scoort in 1 wedstrijd. Dat doen ze hat-trick. Zo is het met mijn moeder. Maar goed, ik maakte dus in mijn dromen die hat-trick. Ik maakte in mijn dromen die omhaal. Daar heb ik een aantal van gescoord in mijn carrière. En al die dingen die ik maakte in mijn dromen gestift, die heb ik ook heel vaak gedaan. Ik heb dus in mijn dromen, heb ik allemaal verwezenlijkt omdat ik het zo graag wilde. En ik heb het zo vaak op getraind. En als er toen die momenten kwamen, heb ik het ook genomen. Constant. Dan ben ik dus bij Feyenoord. Na al die kampioenschappen, al die dingen, komen er ook mindere momenten. En die mindere momenten zijn bijvoorbeeld als je een blessure krijgt. Ik ben een keer een blessure gehad waardoor ik geopereerd moest worden. 6 maanden uit de relatie. In die 6 maanden dacht ik dat ik dood ging. Want je bent gewend om elke week te spelen, in de limelight te zijn. En om 1 uur is het stil. En het is een 6 maanden eenzame route om terug te komen. Want niemand heeft interesse in een blessure speler. Ja, je bent alleen in het ziekenhuis, je krijgt de operatie, je komt terug, je bent thuis, je bent aan het trainen en je moet weer terugkomen op niveau. Ik dacht, ik ga nooit meer terugkomen, ik heb te veel pijn, het gaat nooit meer over. Dat denk je. Zelfs na 6 maanden had ik nog steeds pijn. En toen dacht ik al, mijn carrière is over. Weer verder gegaan, uiteindelijk beter geworden, met pijn doorgegaan, uiteindelijk allemaal goed gekomen en je bent weer op niveau. Dan ben je op niveau. En je speelt weer je wedstrijden mee, hè? Je doet het goed, de wedstrijden zijn allemaal prima. Dan komt er een punt in je carrière, dat er een trainer komt die zegt, ik heb eigenlijk geen interesse meer dat jij speelt in dit team. Jij gaat maar op de bank zitten. Nou, dan komt het. Want ik begrijp niet waarom je mij op de bank zet. Ik ben de beste speler. Ik ben de beste speler die er is. Ik heb altijd mijn best gedaan, ik train altijd, ik ben nooit te laat. Dat is ook mijn nachtmerrie trouwens, te laat komen. Als ik een nachtmerrie heb, ben ik altijd te laat. Dat is echt waar. Dat is geen grap. Ik word wakker en denk, shit, ik ben laat. Dat is mijn nachtmerrie. Ik ben ook nooit laat. Nou, sinds ik hier ben is het iets anders. Ik ga mee met de flow. Ik pas me aan. Nee, maar dat is één ding wat in mijn... body zit, ik kom niet laat. Waar was ik eigenlijk gebleven? Ik zit nu niet op te laat. Waar was ik? Ja, dus ik kwam terug. Ja, precies. Ik kwam terug uit blessure en ik speelde weer wedstrijd. Ik speelde weer goed. Ik kwam weer in mijn normale doen. En dan komt er een trainer die zegt: nee, het is mooi. Anderen krijgen een kans boven mij. En hoe ga je daarmee om? En dan had ik een moeite mee. Want je traint hier namelijk heel de week keihard en dan zit je op de bank. En wat ik al zei, je gaat van SCV naar Feyenoord. Van SCV zat ik nooit op de bank. Ik speelde bij Feyenoord, kom bij Feyenoord, speelde ook alles en ik zit op de bank. En als je bank niet voor 5000 mensen bent, maar voor 50.000 mensen elke wedstrijd, zit je op de bank te kijken wat je beter op kunnen doen dan die anderen. En daar train je hard voor. Ik kan je eerlijk zeggen, er zijn tranen gelaten. Ja, voldoende tranen. Dus 21 jaar, 22 jaar, je bent niet blij. Dan komt er een moment van, ja, blijf je nog lang op die bank zitten of ga je weg? Nou, uiteindelijk komt er een punt dat ik ook ging geloven dat ik niet kon voetballen bij me. Ik kwam op een punt dat ik echt niet dacht, ik ben niet goed genoeg. Ook als ik trainde ook, was ik ook niet goed genoeg. Ballen sprongen van mijn voet, ik werd onzeker. Ik dacht van, ja, ze zijn echt beter dan mij. Zo ver ging het, zo diep. Ik heb zelf momenten gedacht, ik stop helemaal met voetbal. Zo pijn deed het. Toen kwam dus een moment dat ik wegging bij de club. Ik ging naar FC Groningen. FC Groningen op dat moment stond 1 na laatste in de competitie. En die wilde me huren.
uitleenbasis. Dus ik ben erheen gegaan. Niet eens getraind met Groningen. Was het de laatste dag van de transfer. Ik kom in de kleedkamer met jongens die ik alleen maar kende van een DV. Dat zei mij ook. En ik raad tegen die bestuurder. Feyenoord. In de Kuip. En ik kom de Kuip binnen, de kleedkamers. En ik loop per ongeluk de verkeerde kleedkamer in. Echt waar. En dat was in de wedstrijd ook bijna dat je de bal naar de verkeerde speler wil spelen. Want je was zo vers naar de volgende club. En wat gebeurde? Ik scoorde een fantastisch doelpunt tegen Ed de Groene. Weliswaar verloren we uiteindelijk met 3-1. Maar ik scoorde dat doelpunt. Ik zeg ja. Dat hebben jullie laten gaan. Dat hebben jullie laten gaan. Want dat was mijn eerste wedstrijd in Groningen. Daar kreeg ik ook mijn zelfvertrouwen terug. Op dat moment dacht ik ook van, hey, eigenlijk ben ik nog goed. Ik begon te voelen van, ja, je moet je niet laten kennen. Laat mensen je niet denken omdat je niet laten spelen, dat je niet goed bent. Laat nooit iemand zeggen dat je niet goed bent. Want je bent daar gekomen. En je kan niet slechter worden. De slechte tegenstander ben je zelf. Ik was mijn slechtste tegenstander. Moeilijkste tegenstander, laat ik zo zeggen. Ik was de moeilijkste tegenstander van mezelf, want ik maakte het mezelf niet. Ik groeide bloedeloos op bij Groningen, 2 jaar lang, geen wedstrijd gemist. Alles gespeeld, veel doelpunten gescoord. Ik was de man van FC Groningen, in het noorden van het land. Was zo ver dat ik niet eens dat ik een paspoort mee moest nemen. Daar. Maar goed, ik woonde daar. Ik heb 2 jaar fantastische tijd van mijn leven gehad. Wat geresulteerd heeft in een contract van Ajax voor 4 jaar. Ik kon naar het buitenland. Er waren aanbieders in Frankrijk, Spanje, die geïnteresseerd waren. Ook mee gesproken. Maar toen Ajax kwam, toen gingen een aantal dingen door mijn hoofd. Op het moment dat ik een telefoontje kreeg, kreeg ik goed, heel goed. Ronald de Boer was de eerste die belde. Hij zegt, Dien, ik moet vragen van de leiding van Ajax. Dat je nog niet tekent bij, want er was natuurlijk in de krant waren heel veel speculaties dat ik een andere club zou gaan. Dat je niet moet tekenen, want Ajax wil een gesprek niet aangaan. Dus hij heeft de eerste setup gedaan voor mij. Maar toen Ajax kwam, heb ik dus een dikke lees getrokken naar Feyenoord. Dat is 1. Dat die mensen die we daar dus niet hebben laten gaan. Goedkoop hebben verkocht, totdat ze me van 8 ton, of, net onder een miljoen hebben ze me verkocht aan Groningen. Dus ze hebben mij laten gaan. En dan ga ik naar Ajax. De grootste concurrent van Feyenoord. Ja. Maar wel de grootste club van Nederland. Niet qua supporters gezien in Nederland, maar wel wereldwijd. Je gaat wel naar een echt grote club. En toen was het van, nu ga ik laten zien wat jullie hebben laten gaan. Ik zal bij Groningen laten zien. Want ik scoorde tegen Feyenoord met Groningen, ik scoorde tegen Ajax met Groningen, PSV. Ik scoorde tegen iedereen bij Groningen. Maar ik ben uiteindelijk naar Ajax ben gegaan. Bij Ajax aangekomen speel je in één keer met hele goede grote voetballers. Op een ander niveau. In het eerste jaar van de 32 wedstrijden in het seizoen, heb ik 24 gespeeld. We zijn kampioen geworden en de beker geworden. Hele belangrijke doelpunten gescoord. Champions League gespeeld. Champions League doelpunten gescoord. Waardoor ik helemaal opbloeide. Nu was ik Dien Goreki in Ajax en ik heb er niet zo in Amsterdam. Dus. Ik wel. Eerlijk zijn, ja, jij wel. ik ben meer van het Doeba geworden nu al. Gek genoeg. Maar Ajax zijn de bluffers. En de, hoofdstad van Nederland. Accent die ze denken dat het hoort in Nederland. Geen ABN, maar gewoon een taal. Een soort accentje. Maar goed, ik ben gewoon van de normale jongens in Rotterdam. Weet je, wij zijn van de haven, harde werkers. En naar voetballen gaan, gewone jongens. Weet je, oude jongens knetten ook. Maar goed, die Ajax-jongens moest ik ook mee winnen, want ja, dat zijn bluffertjes en die zijn arrogant. En dan moet je ook een stempel in drukken. Ja, dat heb ik uiteindelijk wel kunnen doen, maar dat kan alleen maar door je voetbalkwaliteit.
Ik moet eerlijk zeggen, ik moest echt aan de bak. Ik heb hard voor moeten werken, hard voor moeten trainen, alles voor moeten laten. Ik heb menig trouwerij gemist in de familie. Want ze zijn zo dom, dat ze gewoon op zaterdag, in het weekend, hun trouwerij, trouwdag gaan organiseren. Terwijl ze weten, ik heb een wedstrijd. Ik heb al tegen ze gezegd, als je gaat trouwen, moet je in juni trouwen. Dat is mijn enige vakantie, in juni. En wat gaan ze doen? 25 augustus. En weet je wel? Dat soort dingen is gewoon irritant. Dus dat zien ze nou dus niet. Ja, maar dat weten ze. Ja, dan zeg ik van, degene die van mij houden, zijn allemaal in juni getrouwd. Zeg maar. De rest, rot maar op, dat niet. Weet je wel? Maar goed, ik heb dus... dat heb ik heel veel moeten missen, jammer genoeg. Maar ja, dat zijn de sacrifices die je neemt. Want je wil het hoogste bereiken, want daarna ga je naar de top. Nou, vervolgens aan die jaren bij Ajax. Ook nog voor vroeg, niet voor afgemaakt. De stap naar Engeland gekomen. Ik was 29, bijna 30 jaar. Dan ga je denken, oké, naar je einde van je carrière. Aanbieding gehaald vanuit Engeland. Engeland heb ik Huddersfield Town gespeeld, dat is speelde in de Premier League. En Barnsley. Heb ik dus voor in totaal 5 jaar in Engeland gevoetbald. In Engeland blijf ik wonen. Ik woon nu 20 jaar in Engeland. Inmiddels in Manchester. Een zoon, 3 zoons heb ik. 1 zoon is bij Manchester United opgegroeid als voetballer, uiteindelijk ook profvoetballer geworden. Speelt nu in Portugal, maar het gaat niet om hem. Het gaat om mij. Na mijn carrière kom je een beetje in een zwart gat. Je wel, wat ga je doen? Welke richting ga je op? Uiteindelijk is mijn richting geworden, ik ga trainer worden. In plaats dat ik nu dus aan mezelf ga denken. Aan voetballen. Ik heb 17 jaar lang een carrière gehad. Ups en downs. Mooie doelpunten gescoord. Gescoord tegen Ajax, PSV en Feyenoord. Gescoord tegen Real Madrid. Gescoord tegen Barcelona. Gescoord tegen Olympiakos. Mooie doelpunten gemaakt. Dus mijn carrière heb ik mooi afgesloten. Ja? 17 jaar lang. Alles gegeven. En toen ik stopte, stopte ik voorgoed. Echt. Ik had het gehad. En dat is de tijd dat je moet stoppen. Het was mooi geweest. Maar ik wilde door, want je bent 35, je bent nog jong. Wat ga je doen? Ik ga trainen worden. Nou, het eerste wat je doet als trainer, je gaat je diploma's halen. Ik heb al mijn diploma's gehaald die je maar kan halen. Tot aan coach metaalvoetbal. Allemaal bam, 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 achter elkaar. Want ik wil weer de beste zijn. Ongelooflijk, stop maar niet. Trouwens, by the way, in mijn carrière... was ik niet de beste. Maar ik was wel de beste die ik voorheen. De beste die ik kon zijn. Dus ik heb er alles uitgehaald wat er bij mij in zit. En nu ga ik er alles uithalen wat er bij mij in zit als trainer. Dus ik ben uiteindelijk trainer geworden van Stoke City, Southampton, Schotland Nationale Elftal. Ik heb een hoop dingen gedaan al als trainer nadat ik mijn diploma's heb gehaald. Dus ik ben nu 10 jaar trainer. En dan komt er een moment, eigenlijk heb ik een moment eerder gehad voor Suriname. Ik heb Suriname als bondscoach meegemaakt, 5 jaar geleden. Toen dacht ik van, ik ga bondscoach worden om het land te helpen in het voetballen. En ik ga laten zien dat het op een goede manier kan. En we gaan alles fantastisch doen. Met heen en weer vliegen. Nou, dat werkt niet. Want op het moment dat je in het vliegtuig zit, is alles weer afgebroken waar je bent. Ja, op het moment dat je daar niet in het vliegtuig, op het moment dat je de deur uitgaat. Dus, met andere woorden, als je in Suriname werkt, ja, en by the way, Suriname is mijn land. Ja, ik ben er geboren, mijn ouders wonen hier, mijn zus woont hier, mijn familie woont hier. Ik voel ook dat dit mijn land is. Ik ben opgegroeid natuurlijk in Nederland, maar dit is het gevoel wat je hebt. Ik ben weer afgeleid, anders zit ik ook weer. Suriname. Ja, als ja, bondscoach. Ja, heen en weer. Nou, dat werkte dus niet, dat heen en weer. Wat heb ik gezegd? Oké, dit is mijn tijd. Ik ben 48 jaar. Als ik voor Suriname
iets gaat doen, dan ga ik het goed doen. Wat ik heb altijd gedaan, als ik iets doe, doe ik het goed. Of ik doe het niet. En ik heb het nu goed gedaan, 5 jaar geleden, omdat ik dacht, ik kan part-time bondscoach zijn, wat niet werkt. Ik ga fulltime. Ik heb mezelf dedicated voor 2 jaar. Ik heb 2 jaar een contract gekregen, 2 jaar getekend. En 2 jaar ga ik me inzetten om het voetballen in Suriname op hoge pijl te brengen. Ik zeg niet dat we het WK gaan halen. Ik zeg wel dat we hoge pijl gaan halen. En dat betekent organisatorisch, technisch vlak en voetballen in een geheel. Dus in plaats dat ik nu aan mezelf denk, voetballen, denk ik nu aan de groep. Hoe kan ik Suriname op een hoog plan brengen? En het begint dus met het selecteren van spelers, het kijken naar wedstrijden. En dan moet je een stap terug doen, want Suriname is natuurlijk amateur. Wij moeten ons niet vergissen, als je een speler van Suriname ziet en een speler uit Europa in een profklimaat, kan je niet vergelijken. Hier spelen spelers, trainen 2 keer in de week, soms 3 keer. In Nederland, of in een profklimaat, train je 2 keer per dag. Dan weet je al, als jij 10 jaar lang 2 keer per dag traint, of 10 jaar lang 2 keer in de week traint, wat het verschil is. Ja. Dus wat ik hier gezien heb, ik woon nu 7 maanden in Suriname. Wat ik nu gezien heb in Suriname, is dat het verschil in talent is er niet. Het verschil is precies hetzelfde. Ik kan je zo 4, 5 jongens opnoemen in het Surinaamse selectie nu op dit moment, als zij de opleiding hadden gehad in Nederland hadden gewoond, in 10 jaar lang die opleiding hadden gehad, waren ze nu 50, 60 miljoen euro waard. Want dat zijn de bedragen. Want diezelfde Gullit, dezelfde Rijk, hetzelfde Zeedorf, woont ook hier in Suriname. Het enige is, hij krijgt die opportunity niet. Die je wel in Nederland hebt gekregen, die wij in Nederland hebben gekregen. Als wij allemaal, de spelers die hier over mij zien naar komen, Gullit, Rijkaard, Zeedorf, Kluivert, Davids. Als je ze allemaal waren in Suriname, stel we waren allemaal Suriname opgegroeid. En we zouden hier zijn. Denk je dat we de WK zouden halen? Heel veel mensen denken van wel. Nee. Wij zouden precies hetzelfde zijn als deze jongens. We zouden amateurs zijn. We zouden een militair zijn. Een militair die ook 2 keer in de week traint. Eentje zit bij de politie. Eentje bij mijn Lisa. Andere bij telesuur. En dan komen ze trainen s'avonds. Zijn ze moe. Sommigen werken in de bouw. Het is een heel ander ding. Je kan het niet vergelijken. Maar het talent is hetzelfde. Dus met andere woorden, moeten die jongens opleiden en weg om hun droom te verwezenlijken. Want Suriname is te klein om die droom te verwezenlijken. Robin Transvaal is heel wat anders dan Feyenoord Ajax. Robin Inter Milan is anders als Manchester United tegen Arsenal. Of noem maar op. Maar dat is dus hetgeen wat de jongens op jongere leeftijd die talent hebben, moeten dus uiteindelijk weg om de hoogte te kunnen scoren. En die mogelijkheid moeten ze kunnen krijgen. Dat is 1 ding wat ik doe. Ik geef ze het platform. En van dat platform moeten ze die stap maken die ze uiteindelijk hun droom gaat verwezenlijken. Ik heb ze 2 weken naar Nederland meegenomen. We hebben daar tegen profclubs gespeeld, tegen Feyenoord, tegen Sparta, tegen Almere City gespeeld, tegen FC Den Bosch. En die jongens hebben het heel goed ervaren. En er zijn een aantal jongens gescout. En die zijn dus in Nederland gebleven. 71 contract aangeboden tegen in Slowakije. We hebben de speler van Suriname bij Feyenoord. En dat zijn de dingen die ik dus probeer te verwezenlijken. En die jongens hun droom te laten nakomen in, het, in een voetbalcultuur. Wat waar ze talenten hebben. Het enige is dus, ze moeten alles laten. Wat ik nog wil zeggen is dat, als je kijkt naar de Surinaamse voetbal, als je vraagt op straat, en misschien denken jullie zelf over, wat moet er veranderen aan de spelers?
eerst wat ze zeggen, hun mentaliteit. Ze denken dat ze dit zijn, wat ze zeggen. Ze denken zus. Ik zou je eerlijk zeggen, het klopt een beetje, maar het is gemaakt door de situatie waar ze in verkeerd. Als zij diezelfde opportunities hadden gehad als ons, om je hele leven één ding kan doen, en dat is voetballen, waar je goed in bent, en alleen daarmee bezig zijn elke dag, dan zouden ze die mentaliteit niet hebben. Maar één, ze verdienen niet wat ze kunnen verdienen om een leven op te bouwen. Dus ze moeten een baan erbij nemen. En aan de andere kant, ja, het levert bijna niks op. Dus ze worden ook moedeloos uiteindelijk bevangen. Om te denken van ja, moet ik alles ervoor laten en wat krijg ik ervoor terug? Dus die mentaliteitskwestie is heel moeilijk om spelers gemotiveerd te houden tot een bepaalde leeftijd in Suriname. Je ziet daarom ook spelers, wanneer ze 23, 24 worden, gaat het bergaf. De topspelers zijn 17, 18. Die zijn nog clean. Zorgeloos. Maar als je daar verder gaat kijken, als ze dan zo lang in Suriname blijven op hoog niveau, dan wordt het na 23 uur wordt het meer. Jammer genoeg. En dat heeft ook te maken dat het niet op hoog niveau kan. 1. Suriname moet een professionele niet hebben. Waar ik hoop dat dat gaat komen. Daar ben ik ook mee bezig. Want er is. Dat zou de oplossing zijn. Om op hoog niveau te gaan. En niets anders dan dat. Dus waar ik nu ben in mijn leven. Ik heb mezelf 2 jaar gegeven, ik ben nu 7 maanden bezig, ik woon in Suriname, ik sta op, ik hoef geen jas aan, ik loop gewoon vrij. Het enige wat ik moet meenemen is een tas. Ja, ik moet een tas. Ik liep nooit met een tas, want ik had altijd mijn jaszakken waar ik alles in deed. Maar ja, nu heb je geen jas, dus je moet een tasje hebben waar je spulletjes in zet. Maar goed, dit is nou mijn leven, ik heb het heel goed naar mijn zin en ik hoop dat alles wat ik doe, dat ze vlucht gaat afwerpen in de komende periode van Suriname. En hier wil ik het bij laten. Als er nog vragen zijn, graag. Maar dat was mijn verhaal. Ja, wow. Hoe lang hebben we het gedaan? Nee, hier is 35. 35 minuten, ja. Thank you. Ik zou graag, als er vragen zijn, over. Oké. Ja, ik heb Ja, de eerste vraag stellen. Nogmaals, Anita. Oké. Oké, net als de regio. Dan gaan we deze hier. Ja. Ja. Geweldige presentatie. Ik voetbal niet, maar ik ben helemaal gemotiveerd om gewoon om mijn dromen te gaan. En gefeliciteerd met de carrière die u achter de rug heeft eigenlijk. Ik heb enkele vragen. Indien u de mogelijkheid gaat hebben om langer te blijven in Suriname na die 2 jaar, zou u die nemen? Ja. Waarom niet? Misschien waarom dan niet. En wat heeft u gemotiveerd om dan terug te komen na die 5 jaar die u hier was? Ja, wat me gemotiveerd om terug te komen, heb ik eigenlijk een beetje uitgelegd, is je kan geen part-time bondscoach zijn. Als ik iets wil doen, wil ik het zo goed mogelijk doen. En de manier is, dan moet je alles voor doen en alles verlaten. Wat ik niet heb uitgelegd, is dat ik een familie heb. Ja. Mijn eigen gezin. Die laat ik achter in Engeland. En dat is ook wel een sacrifice die ik deed. Om deze missie, als het ware, te nemen op dit moment. Dat ik ongeveer 14, die nu volgend jaar examen doet en die blijft in Nederland. Oké. Marken? Ja, dankjewel voor je dingen. Perfect. Dankjewel. Ik heb nog een vaak gehoord van andere inspiraties. Maar opmerking, nog een keer opmerking is: je had het over de snelle spelers, over de mentaliteit. Ja. Ik weet ook misschien het meest inswezen. Ja. Ik zit een beetje als Alhans en de wil. Ja. Als ik even denk, Rijssel voor de Trinidad. Hij komt terug hier, dan ga ik hem af. Was de wilde niet? Is hij weggestuurd? Ken vrouw erachter? Dus was hij bedankt daar zo? Of is hij. Ik zeg vandaag, hier kijk naar de politie om bovenop te komen, boven die voet te spelen. Ik en dan kom je terug. Ja, ik weet het verhaal.
Ja. Ik zeg van, ja. Is van, is het gewild, ja. Dat willen ze niet. Ja. Dat is bezig. Ja. Maar als je het echte verhaal hoort, dan denk ik. Okay. En hij heeft geen goede positie genomen, dat is één. In het profvoetbal heb je te maken met clubs die je moeten verkopen, hè, en kopen. In Trinidad was er een Amerikaanse club die wilde kopen. Op het moment dat ze wilden kopen, vroegen ze $50.000. En die club wilde betalen gewoon $35.000. En of hij moest blijven. Maar Rijso vindt, je houdt me tegen van mijn stap naar Amerika. Dus ze werd boos op de club dat ze niet lieten gaan. En toen heeft Brunswijk die $50.000 betaald. Even naar Suriname gehaald. Oh. Dat is de grootste stomme mistake. Ja, ik zeg dat. Jij zegt dat je invloed wordt opgepakt. Ja, ja. En ik zeg, hey, ja. Wat moet je doen? Ja, hij heeft geen slimme keuze gemaakt. Ja. Want hij gaat van een prof-environment elke dag trainen, gaat hij weer naar amateur. En Brunswijk betaalt hem heel goed, hè. Hij betaalt hem dik geld voor Surinaamse begrippen. Ja. Waardoor hij zegt van, ja, hij boos al op de club. Dus Brunswijk heeft hem gewoon vrijgekocht. Hij zegt, ik ga je hier wel ergens laten kopen. Maar uiteindelijk is hij weer beland in die systeem wat hij zei. Dat is klopt. Te lang hier blijft, dan ga je ook. Maar het is denk ik ook van, die we te maken met Suriname. Je opleiding. Alleen heeft die vol. Je bent vanaf kleins af mee opgegroeid. Ja. Maar dan is die vol. Ja. En als je die mensen niet kan maken, ja, voor de club van Suriname kijkt, ja, dan gaan we ook niet, ja, daar komen. Ja. Het is ook te maken met het gebrek aan trainers, goede trainers. Een diploma als trainer maak je nog geen goede trainer. Ik heb ook over persoon zelf, scholing. Ja, scholing. Dus als trainer moet je ze ook scholen, toch? Je scholt mensen als trainer. Je geeft hem adviezen, toch? Ja. Dus Brunswijk heeft hem niet de juiste adviezen gegeven. Ja, ja. Toch? Ja, je geeft adviezen, toch? Om uiteindelijk de stap te maken. Hij had hem daar moeten laten. Dus ik kan het is goede informatie. Ik snap er van op de man, maar kan ik ook niet vertellen aan andere mensen? Ja. Ik heb 3 jaar aan. Ja. Ja. Bedankt voor de presentatie, dat is wel. Ik kijk even naar je volgende stap als coach. Ja. In vergelijking met Alex Ferguson, ben je een vrij jonge trainer nog. Ja. Je hebt nog een hele koers gegaan. Die was net een startige stap volgens mij. Wat is jouw streven? Welke club zou je graag willen trainen in het kops? Ik zei eerlijk, dat is een moeilijke vraag. Maar ik moet eerlijk zijn, kijk. Als voetballer wil ik altijd de beste zijn. En bij de beste club zijn en het grootste halen. Als trainer wil ik van die gedachte een klein beetje afgestapt. Want als ik dat zou halen, zou ik niet misschien aankomen. Ik ben nu met een andere soort missie bezig. Beste halen als coach. Ik denk dat ik weer het beste wil halen uit mezelf om terug te geven waar ik vandaan kom. Want dit, hier ligt mijn hart. Om iets terug te kunnen doen. En ik denk dat ik hier heel veel plezier uit haal en voldoening. En dat is eigenlijk meer mijn streven dan het trainen wat van helemaal deed. Ja. Op dit moment. Op dit moment. Ja. Geweldig. Ik heb meer als idee. Oké, die hebben dus door ons dan in je presentatie die avond dan proberen dat ik zo makkelijk op. En zo zeg ik dus dan eigenlijk uw aanwezigheid hier vanavond. En met name in de gezelschap van mevrouw Elman, die natuurlijk ook geen onbekende is van jullie daar. En ook dat je dus dan nu in het gezelschap bent waar u dit dan ook heeft kunnen luisteren en volgen. Dat wat te maken ook heeft met sport. En jullie daarop en met name onze kip zelf. Niks gebeurt zomaar. Ik ben benieuwd, zal dit dan misschien een binding zijn tussen u en mevrouw Elman met de organisatie waarmee we dus bezig zijn, het concept van sport en dergelijke. En als dat er niet is, als dat misschien dan wel gemaakt kan worden op een of andere manier. Dit gebeurt niet zo. Ja, dat was in de zomer in de kerk van Isabel en er is gesproken over
Je wordt de gymzaal hier voor de sporthal, je wordt een boost willen geven. Ja. En met je mevrouw Elman. Ja, het maakt me een beetje verdrietig, het verhaal, om eerlijk te zijn, dat het zo staat, de gymzaal daar staat. Dat het op die manier dingen moeten gebeuren om uiteindelijk iets te krijgen wat eigenlijk al niet had moeten staan. In de tweede plaats, we weten niet van wie dat ding is. Wie is de eigenaar daarvan? Dat is nog triester. En dat de community zelf moet gaan kijken en dan later we dit eens gaan opbouwen. Terwijl dat de toekomst van het land moet zijn. Ja, kijk, als ik een steentje kan bijdragen, dan doe ik dat graag. Ja, ik praat niet over Elmo. Kijk, onze relatie is ontstaan. Ik heb haar hier in Suriname leren kennen. Ik ken haar sporten. Wij doen samen ook projecten. Dus we zijn bezig met projecten. Zij ondersteunt mij met mijn project. Ik heb de Diagoré Foundation opgezet in Suriname, waardoor de voetballen. In de districten. Ja, vooral in de districten waar het zich niet werkt. Om dat te gaan promoten. En vooral ook faciliteren met allerlei spullen. Dus dat is bij de streven. En Ilonka is een geweldige hulp daarbij. En dat sterk zullen prijzen dat zij zich daarvoor is gesteld. En ook om mij Suriname te leren kennen, de juiste mensen, de juiste kanalen aan voor te stellen. Dus we hebben een goede band op dit moment. En dat is, zij is uitnemend. Dus, daarom is ze meegekomen. Anders was ze niet meegekomen. Zo, we hebben gehoord, we gaan een steentje bijdragen. En als mevrouw Elmer ook een steentje, dan we steentjes. Ik praat niet voor mevrouw Elmer. De volgende faciliteit. Ik kwam de tijd. Ik ben zo in de voetbal gebeuren. Ik ben blij dat u. Het is een verrassing voor mij dat ik zo'n iemand hier heb kunnen ontmoeten. Want ik hoop zelf van voetbal. En ik hoop nog steeds niet doen als scheidsrechter, maar in verschillende bonden. En ik heb ook die veranderingen opgemerkt, maar niet wetende dat u hier, dat u achter die veranderingen staat. Vooral dat van die verschillende academie, de afgelopen 2 jaar. En ja, en die verandering van die eerste divisie en de tweede divisie. Komt het ook niet misschien? Nee, het komt niet erbij, maar ze hebben wel een beetje blij op. Oké, maar het ziet er positief uit. Ik hoop dat het werkt. Ja, maar er moet toch een prof niet komen. Ja. Dat zou echt de beste zijn. Oké, volgende. Dat was Sergino. We nemen ze allemaal. Sergino, go ahead. Ja, ik dank u voor de presentatie. En wat ik wil weten eigenlijk is het gevoel wanneer je doel bereikt in het geval van een Champions League goal maken. Dat voel. Want ik kan me voorstellen dat het een droom was, zoals je het zegt. Ja. En ook tegen Barca scoren, weet je? Er zijn grote dingen wat je wil doen. Toch? Maar uiteindelijk, als het gedaan is, ik zeg altijd: ik wil soms in de toekomst gaan om mezelf te zien. hoe ik eruit zie en dan terugkomen en doorwerken. Dus dat gevoel. Dat is zo moeilijk om uit te leggen. Maar het gevoel alleen al, als je kent de tune van de Champions League. Ja, dat is niet. Dus je weet ook dat geluid. Ja. Nou, je moet je voorstellen, je komt uit de kleedkamer in die rij. En je loopt met je spelers uit de kleedkamer, je hoort dat geluid. En op een gegeven moment, 50.000 man zingen. En je loopt. Dan moet je eerlijk zijn, dan sta je wel een beetje te trillen. Je bent onder druk. En druk, zeggen mensen, spelers doen altijd zo van, druk is een lekker gevoel, man. Het is een lekkere druk. Druk, zeg, want dat maak je zelf wijs toch, is lekker. Weet je wel. Maar druk is geen lekker gevoel. Druk is een heel vervelend gevoel. Maar degene die onder druk kunnen presteren, die excelleren. Als je onder druk kan presteren, excelleren. Want daar gaan mensen allemaal onder druk. Als je daarmee weet om te gaan, dan ga je naar die andere level. En dat geldt in alle
doet. Ja, naar alles wat je doet. Ja, of het nou je repetitie is, of in je werk. Zodra je onder druk staat, even stijf, natuurlijk niet. Maar die druk is geen werk meer voor. Ik geef het altijd bijvoorbeeld als ik hier zo deze tegels heb, zo, loop ik zo overheen en zo. Als ik dit over een flatgebouw zet, zo, van 100 meter van de 50ste verdieping naar een ander flatgebouw, diezelfde, ga ik niet zo lopen hoor. Overheen zo en kijk nog naar links. Maar dat is die druk. Ga je nog bovenop een flatgebouw, op dit strookje, naar de overkant lopen. Zonder dat je vast zit. Maar als ze het hier vragen, maak je geen misstap. Want je loopt gewoon vrij. Maar op een flatgebouw leek dat echt niet zo druk. Dus druk. Dus je bent onder druk. Ik probeer het gevoel uit te geven. Ja, okay, dus ik ben onder druk, je staat. Oké, okay, je staat in de rij, je staat daar. Je gaat een handje geven op een gegeven moment. En je kijkt naar links, je kijkt naar rechts, je ziet de spelers waar je mee speelt. Je ziet, oh, ja, hij is een topper. Hij is een topper. Als hij me die bal moet geven, moet ik niet druk te maken. Als ik hem de bal geef, zeker doen. En dan kijk je naar tegenstander, ja, ook niet slecht. Maar wij zijn ook zeker. Dus het gevoel van die druk begint een beetje weg te gaan, want je kijkt om je heen wat je hebt. En dan ga je kijken, oh, ja, we zijn eigenlijk warm, dat druk, maar we zijn goed. En dan begint de wedstrijd en dan gaat de druk naar de eerste bal contact weg. Dan ben je gewoon aan het voetballen. Ben het. En ik weet nog mijn eerste Champions League doelpunt was tegen Olympiakos. We stonden 1-0 voor, we stonden onder druk, zwaar onder druk. En ik kreeg die bal buiten 16 meter. Ik deed net dat ik hard ging schieten en ik stifte hem. Een van mijn mooiste goals in mijn carrière, die ik scoorde. En die ging heel langzaam en de keeper duikt nog naar achter en hij gaat erin. Op het moment dat die bal het net raakte, ben ik helemaal gek. Maar niet een beetje, helemaal gek. Ik schaam me als ik die beelden terug zie. Zo, dan kan je ongeveer denken, ja, hoe gek je wordt. Ja. Ja. Het is, nee, wil je niet zien. Maar wat het was. Olympiakos weer. Dat was het Olympiakos. Dat is absoluut. Die kijken op de shit. Maar het was gigantisch. Was het Ajax? Wat? Ajax, ja. En dat stukje van veilig dat je net trouwens zag, toen die iedereen op had ook, ja. Dat was in 92 toen we landskampioen werden. Dat was een wedstrijd, echt wel een leuk verhaal. Dat was een wedstrijd dat als wij als Feyenoord zouden verliezen, hadden we geen kans op het kampioenschap meer. We moesten gelijk spelen of winnen. Romario scoorde 1-0. Hij dekt mij op de 16 meter. 5 minuten spelen. Wij speelden een hele goede wedstrijd. Ik speelde echt goed. Ik speelde goed. Nee, we speelden schijnlijk goed. Maar we konden die bal niet krijgen. Romario staat voor me. Hij zegt tegen me gewoon in het Nederlands, jullie gaan verliezen vandaag. Maar hij zei, jullie verliezen. Ik zeg, we zijn dan afgelopen, kijk de klok. Ik zeg, nog 5 minuten. Corner wordt genomen. En nee, toen zei hij tegen me, wedden voor een tientje. In het Nederlands, wedden voor een tientje. Ik moest een beetje lachen eigenlijk. Dus schat, in deze zomer hebben we gewed voor een tientje, echt open. Zo. Tijdens die wedstrijd, bij de corner, handje klaar. Corner komt, we spelen, spelen, spelen. Toen kwam die actie dus. Want daarom is het in dat beeld. Ik ga van links, ik krijg de bal. Ik was 21, 22 jaar. Ik schiet die bal erin. En dat doelpunt heeft ons kampioen uiteindelijk kampioen laten worden van Nederland. Na 10 jaar. Wow. Dus op dat moment, toen hij scoorde, werd ik helemaal gek. Ik rende dus en iedereen werd er gek, want iedereen sprong op mij. En dat was in de 93ste minuut. Dat betekent 3 minuten over tijd. Wow. Het wedstrijd was al afgelopen, het was blessuretijd. De laatste tip van de wedstrijd schoot ik die bal erin, waardoor we uiteindelijk kampioen worden. En dus nu nog, als ik in Rotterdam ben, en ik loop als een Feyenoord supporter, zeg ik nog steeds, hey Goré, weet je nog? Ja. Dat zeiden ze trouwens niet toen ik naar Ajax ging. Met de keeper en de kapitein? Ja, maar Van Breukelen, die vond het is al tijd. Oké. Weet je, die ging het al aan tijd. Waarom fluit je niet af? Ja,
was dat een blessure tijd. Michael, nog een vraag. Je hebt het misschien niet zo vaak genoemd, maar discipline. Ja. Wat je hebt gedaan, is wat ik zie, is echt gedisciplineerd naar je doelen toe werken. Van waar is dat gekomen? Op welke leeftijd was je bewust van hey, dit gaat het worden? Of, ja. Wat was die discipline groeit? Hebben mensen jou gedisciplineerd? Is dat vanuit jezelf gekomen? Nee, ik vanuit mezelf gekomen. Mijn vader is Surinamer. Suriname opgegroeid. Suriname opgegroeid. Nee, maar grap. Maar discipline is toen ik 12 was. Dus toen ik die keuze moest maken om naar de profclub te gaan in de jeugd. 12, 13 jaar. Toen zei mijn vader, Dien, wat wil je worden? Ik zei voetbal. Oké, dan moet je naar de club gaan. En dan moet je er alles voor laten als je je doel wil bereiken. En toen heb ik die keuze gemaakt. En toen heb ik gezegd, niks gaat me in de weg staan om dat te bereiken. En het is gewoon op dat moment helemaal op mijn 12e. Is eigenlijk ook een leeftijd, is een mijlpaal in je leven eigenlijk. 12, 13, wanneer je naar de hogere school gaat. Hè? Dat is wanneer je naar de middelbare school gaat, die tijd. Je voelt je de grote man al worden. Je gaat dan met jezelf met de bus naar school en alles. Je hoeft niet meer op je gelet te worden. Ja, dat was mijn tijd dat ik beslissing nam. Ik wil alles ervoor laten om dat te worden. En dat is vanuit mezelf. Helemaal van mezelf. Ja, ik vraag me af wat maakt dat we in Suriname die eigenlijk het plafond niet kunnen bereiken wat in bijvoorbeeld Nederland wel kan. Dan heb ik het niet alleen over voetbal, dat zie je ook in de muziek gebeuren. Van wat maakt dat het hier niet kan en daar wel? Want u zegt ook dat u toch een beetje bezig bent ermee. En waarom kan het alleen door de jongens nu weggesturen in voor één en als een shell? Waarom kan het niet als groep in Suriname zelf? Wat is de reden? Nou, in Suriname is sowieso te klein om die top te halen natuurlijk. Hè. Dat is omdat de top in het voetbal, om de top te halen in het voetbal moet je tegen de top spelen. Want dat maakt je beter. Als je bij de top van Suriname hoort, ben je op een gegeven moment bij je top. En dan kan je niet verder, omdat je bent al in de top. En je wordt door de top word je alleen maar gepusht door tegen de uiterlijke, de echte top mee te gaan meten. In Suriname zijn we nog niet zo ver. Het zou wel kunnen, maar dan heb je een generatie nodig die hier blijft. En dat het uiteindelijk steeds sterker wordt. Daar moeten we wel naartoe streven. We moeten uiteindelijk daar wel naartoe streven. Maar het heeft met zoveel facetten te maken. Het heeft te maken met de discipline, maar het heeft te maken met goede trainers. Goede trainers, vooral in de jeugd. In de jeugd. Als je gaat kijken naar de jeugd, dan hoor je alleen maar schreeuwen van de kant en binnen. En terwijl het in de jeugd gaat het niet om winnen. In de jeugd gaat het om beter worden. En beter word je niet door een jeugdspeler te behandelen alsof hij een grote man is. Maar wij kennen, als je dus niet geschoold bent, kijk je naar een kind en die behandel je omdat hij voetbalt, hetzelfde als, want dat doet ze ook op tv. Maar een kind moet je geen boek laten lezen als hij niet eens kan lezen. Dan moet je hem motiveren om te lezen. Je laat hem spelenderwijs leren het alfabet. Je laat hem lezen. Zo moet hij spelenderwijs het spel leren met heel veel enthousiasme. En weinig wil. Op latere leeftijd komt het tactische gedeelte wel erbij. Maar nu is het alleen maar plezier en weten wat de regels zijn in het voetbal. Dan maak je echt stappen als speler. En als je dan stappen gaat maken, dan komt de volgende stap. Is tactisch goed zijn. En dan uiteindelijk discipline. Alles wat erbij komt kijken. Groeit er mee. Maar ik ben het mee eens. We moeten er wel naar streven om daar te gaan. En waarom het in Nederland wel zo is. Nederland heeft de infrastructuur. Helemaal. En die weet hoe ze moeten opleiden. Ik woon al 20 jaar in Engeland. Nederland is een land van 14, 15, 16 miljoen inwoners.
Engeland 60 miljoen. Waarom is Nederland beter dan het land van 60 miljoen? Terwijl in Engeland zijn is de grootste competitie in de wereld. Dus Nederland doet echt niet goed. Zij weten wat het is, hoe het moet om spelers op te leiden. Ze hebben het gewoon. En wij hebben daarvan geleerd. En dat wil ik dus ook hier meebrengen. Want ik weet wat het is om uiteindelijk het spelen van niks naar iets te brengen. Ik ken alle stappen. En als ik dat kan, een steentje kan bijdragen in de maatschappij hier in de voetballen, dan ben ik voldoende. Sorry Armand, ik moet wel op de tape. Susie, dank je wel. U bent coach. Ja. Zeg alleen gelijk in nieuwe spelers. Sorry? U bent coach in Suriname. Ik zeg alleen gelijk in nieuwe spelers. Dus de jongeren en de jongeren. Of die gewoon nog groep om bepaalde. Nieuwe spelers. Wat ze zijn over onder nieuwe? Opkomende spelers. Die nog niet in het team zijn en zo. Oh nee, ik ben gespecialiseerd in de top van Suriname. Dus ik kijk alleen naar de beste spelers in Suriname. Dat is, daar ben ik voor, daar heb ik mijn contract voor getekend. Dus ik kijk naar waar de beste spelers zijn van Suriname. En ik ben ook bij Flamingo geweest hier. Flamingo ben ik geweest. Ja, ja. Dat is het. Jossebij, ja, Jossebij. En daar heb ik ook wel. Eén speler gezien die redelijk goed is. De rest niet goed genoeg voor de top. Maar ik sta ook open voor talenten die, ja, als ze goed genoeg zijn, dan waar ze vandaan komen, zijn welkom. Maar je weet gauw genoeg waar de beste spelers zijn. Dus je weet, als je een pap hebt, en je hebt krenten in je pap, rozijn, dan zie je ze. Zo zie je de beste spelers ook. Absolute dringende must-have vraag, want ik kan nog twee vragenstellers toelaten. Dan is Jurgen en Samuel. Dank u wel. Complimentjes. Wij allemaal van observer tot board member. Elke dag is een dag we moeten goal maken, we moeten doelpunten maken. We hebben levensdoelen, wij allemaal. Wat is het beste advies voor wij jongeren om impact te maken, sustainable impact te maken? Ik heb het zo eigenlijk al net een beetje genoemd. Ik vind het heel moeilijk om dat zomaar in één keer te gaan roepen. Maar hard werken. Weten waar je over praat. Je verdiepen in hetgeen waar je over praat. En mensen op hun plaats zetten die weten wat ze doen. Je gaat geen keeper in de spits zetten. Je gaat geen rechtsback links buiten zetten. Je zet mensen op de plek die vaders zijn, de opleiding voor hebben. En als ze het hebben, motiveer je ze om het beste eruit te halen. Dus als jij een keeper bent, dan zorg je dat je de beste keeper bent in jouw gebied. Dus als jij een directeur bent van het bedrijf, zorg jij dat je het bedrijf zodanig runt dat jij jouw keeper, je laatste man, je center, je centrale verdediger, je spits, op een plek zet waardoor ze kunnen excelleren. En alleen dan kan je dat toch. Want ik geloof namelijk dat iedereen goed is in zijn vakgebied. Maar om er alles uit te halen, moet je als leider moet je zorgen dat je zodanig alles uit kan halen. Dat je motiveert en support om het beste te doen wat hij kan. En niet op positie zetten wat hij niet kan. Dank je. Samen. Als we voetbal praten, kan ik de hele avond doorgaan. Maar ik wil een paar vragen stellen waar iedereen ook wat aan heeft. De eerste is, als het gaat om u, het gaat over injuries, hoe kom je uit die dip? Like, how do you get out of that? Hoe bent u daarmee omgegaan? En er is een fanvraag, welke posities wil je? Ja, nou, die eerste, wat ik zei, lonely road, 6 maanden lang, moeilijk doorheen komen. Dan heb je goede vrienden om je heen nodig. Familie, mensen die van je houden. Want je zit in een zware dip. Je kan niet doen waar je graag, waar je van houdt. En je weet ook niet of je terug kan komen naar hetgeen waar je van houdt. Dus de mensen om me heen hebben daar mij gesteund en gezegd, gemotiveerd. Waardoor ik dus zo hard heb moeten knokken weer om terug te komen.
En de motivatie heb ik gehaald uit de omgeving waar ik om me heen had. Als je die omgeving niet hebt, wordt het wat moeilijker. Dan moet je het uit jezelf halen. Maar dan nog, dan komt die strijder juist eruit. En die strijder heeft je gemaakt dat je dat hebt gehaald. Dus die strijder zou je ook wel uit die dip van die blessure halen om het weer te halen. En de positie, ik was altijd middenveld, nummer 10. Ah, oh, wow. Ja, ik was achter de spits. Geboren op 10e. Ja, 10 en speelde op nummer 10. Ja. Dat is geweldig. Mag ik een warm applaus voor mijn vader? Ik zou vragen om dit speciaal geschenk dus ook te overhandigen. Je wist dat het zou komen, dus we hebben ook voor je geschenkjes zodat u het niet kan vormen. Je mag ze laten zien. Het is een verrassing. En die verrassing gaat nu komen. Omdat we sportjes moeten zijn, dan hebben we een speciale limited edition. Sportfles, koelfles, die kunt gebruiken. Er is een limited edition, heel weinig mensen in Suriname. So, from us to you.